Het vervelendste van het gamen op PC is dat je eens in de zoveel tijd nieuwe onderdelen moet aanschaffen. Dit om je gameervaring het beste te houden. Wij krijgen daarover dikwijls vragen over de combinatie van hardware en games. En daarom heb ik besloten om een programma te maken waar ik in jou kan vertellen wat de beste onderdelen zijn om jouw gameervaring goed te laten lopen. Zo krijgen we bijvoorbeeld de vraag: wat is nou het verschil tussen een solid state drive en een hard drive? En daar gaan we deze aflevering antwoord op geven. Een SSD, oftewel een solid state drive, is een schijf opgebouwd uit geheugenchips. Dit betekent dat er geen bewegende onderdelen zitten, waardoor de snelheid hoger ligt en de levensduur langer. Het nadeel hiervan is dat je voor een kleinere capaciteit meer moet betalen. Zo betaal je voor rond de 120 gig tussen de 80 en de 100 euro. Wel zijn er veel variaties van ongeveer 50 gig tot ongeveer 1000 gig. In het geval dat je een wat kleinere capaciteit aan solid state drive hebt gekocht, is het belangrijk dat de programma's die het snelste moeten opstarten voor jou hierop staan. En dat zijn meestal de programma's zoals Windows of Games. Dus het is niet de bedoeling dat je programma's op bestanden die erg klein zijn en niet zoveel kracht vergen van je computer hierop zet. Het grootste verschil ligt in de geheugenchips, waar een hard drive bestaat uit draaiende schijven. Deze draaiende schijven zorgt ervoor dat een hard drive dus minder snel is en ook een stuk kwetsbaarder. De snelheid wordt simpelweg gecreëerd dankzij het feit dat de SSD gelijk toegang heeft tot de data die jij zoekt. Waarin een hard drive met een laser juist eerst op de goede positie op die schijf die zo snel ronddraait terecht moet komen. Om het snelheidsverschil te kunnen aantonen tussen solid state drives en hard drives, heb ik de solid state drive tegen verschillende hard drives opgezet. Aan de kant van een solid state drive maken wij gebruik van de Kingston Hyper-X 3K. Een solid state drive met 120 gig die in twee variaties leverbaar is. De eerste variatie is gewoon de schijf met een mounting bracket. Deze kan je gebruiken op het moment dat je geen 2,5 inch plaatsen meer hebt in je kast. En aan de andere kant heb je hetzelfde, maar krijg je er ook een schroevendraaier bij en een USB externe aan de schijfbehuizing, waardoor je hem dus ook als externe schijf kan gebruiken. Round 1, fight! Zoals je kunt zien wint de SSD met een gigantische voorsprong. En dit is dank aan een combinatie van de gigantische snelheid die de Kingston heeft, ongeveer 500 MB per seconde, en de USB 3.0 aansluiting. Voor de tweede test laten we de solid state drive in zijn externe behuizing het opnemen tegen een interne huisschijf die direct is aangesloten op het moederbord. Hierdoor heeft hij een voorsprong en de solid state drive moet eerst door de USB poort gaan. In de PC een snellere opstart heeft. Maar deze snelheid gaat door een periode van tijd steeds lager. Dit komt door de bewegende onderdelen. Gezien de solid state drive geen bewegende onderdelen heeft, houdt hij zijn snelheid constant en kan hij uiteindelijk de race winnen van de interne hard drive. Als laatste test bouwen we de solid state drive in de computer. Hierdoor hebben allebei de schijven een gelijke start. En om te laten zien dat een solid state drive beter is voor je gameprestaties, gebruiken we Battlefield 4. De reden waarom we deze game gebruiken is omdat iedereen klaagt over de laadtijden van Battlefield 4. Dankzij de hoogsnelheid van de SSD zie je dat je game veel sneller laadt, waardoor je eerder in je match bent. De HyperX 3K van Kingston is een schijf die zijn beloftes waar maakt.
Dankzij zijn hoge snelheid en zijn niet al te hoge prijs is het een schijf die je zeker kan aanraden aan mensen die een game zoals Battlefield 4 sneller willen kunnen opstarten. Betaal je iets meer, krijg je leuke extra's zoals de USB-behuizing en de schroefdraaier en de mounting bracket die echt geen overbodige luxe is, gezien je die niet altijd krijgt bij je solid state drive. Heb jij een specifieke vraag over hardware en vind jij dat ik dat moet behandelen in dit programma? Laat dan een comment achter onder dit filmpje.